Ben, je serais triste à propos de ça, parce que je trouve que c'est vraiment très agréable. Het is een hele mooie overtocht. Het is elke ochtend een feest. Dit soort fraaie overtochten moeten blijven. Absoluut. Niet alleen omdat ze fraai zijn, maar ook omdat ze heel belangrijk zijn. Gelderland is een echte veerpontsprovincie. Er waren er in totaal 49. Maar de vraag is hoe lang nog? Want in 2024 trekt de provincie de stekker uit het verenfonds. En dat zou voor veel veerponten einde verhaal betekenen. Fraaie plaatjes bij het Drielse Veer over de Nederrijn. Veel scholieren maken er gebruik van. Het zou een probleem zijn als deze pont uit de vaart moet worden genomen. Wij hopen dit jaar tegen de 100.000 mensen over te zetten. Zo belangrijk is dat. Elke dag ruim 100 scholieren die van de ene naar de andere oever gaan. Aan beide kanten zijn scholen. Varend schoolplein is het ook, dus dat mag niet verdwijnen. De oproep aan de provincie is door te gaan met het Verenfonds en een jaarlijkse bijdrage daarin. En wij willen graag met de provincie samen naar het Rijk, want die heeft allerlei dingen bedacht die moeten gebeuren. Dat die ook weer deel gaat nemen aan de exploitatie van veerponten. Want die hebben ze in 1993 over de schutting gegooid, nog één keer geld bijgedaan in 2007 en 2008. En nu dreigt het allemaal op te drogen, terwijl de problemen alleen maar toenemen. De passagiers zouden het betreuren als het Drielse Veer niet meer gaat varen. Ben, je serais triste à propos de ça, parce que je trouve que c'est vraiment très agréable. Het is een hele mooie overtocht. Het is elke ochtend een feest. Dit soort fraaie overtochten moeten blijven. Absoluut. Niet alleen omdat ze fraai zijn, maar ook omdat ze heel belangrijk zijn.